Hey Randy, waarom zit je niet op het balkon, jongen? Omdat het fucked up warm is vandaag. Nee, het valt wel mee. Vandaag valt het eigenlijk nog wel mee. Maar het is rond de 25 graden op de tijd dat ik deze review opneem. En op mijn balkon is het nu echt niet lekker. Midden in de zon. Dus daarom zit ik dus binnen, ja? En hou je commentaar eens voor je, ja? Hou je met je eigen leven bezig? Oh nee. Want je kijkt juist naar mijn leven. Leuk. Waar heb je zin in als het wat warmer is? Dat is of een IPA in mijn geval, New England IPA, of een sour. En dit keer gaan wij voor een sour. Of ja, nou is het wel een sour. Want het is eigenlijk een Berlinerweizen. Een Berlinerweizen. Ja, Cranberry Crush. Komt uit .se, is dat Zweden? Nou ja, we maken er gewoon Zweden van. Ja, het ziet er goed uit, hé. Moet je zien hoe lekker dat is. Oh. Ja, we zien cranberries, we zien sinaasappel. En wat is dat grote ding in het midden eigenlijk? Oh, dat is die crush natuurlijk van die. Ja. Dat is gewoon de crush. De crush, man. Ja. Hij komt met 4%. Deze Cranberry Crush van Calamansi. Calamansi. Toch? Brewski. Nee? Ja, daar staat Calamansi Cranberry Crush. Ja, daar staat, maar er staat ook Brewski Moment. What the fuck is de brouwerij dan? Nou ja. Een review vol met vraagtekens. Ja. Nou ja, goed, dat mag ook wel eens. We gaan hem inschenken, machacho. Want ik ben dorstig. We gaan niet te lang wachten. Ja, die, abababoe. Kijk, een lekker groot glas, dan past hij er gewoon lekker in één keer in. En daar houden wij van hier bij Randy's Bierblog, hè? Ja, gewoon een lekkere grote beker. Een fucking mega pint, hè? Een mega pint. Johnny Depp stijl. Moet je zien hoe fucking lekker dat eruit ziet? Dan zeg ik het zelf. Nee, ja, het ziet er gewoon. Ja, wat is voor kleur? Lichtrood, hè? Lichtrood, ja. Ja, Cranberry Crush, hoe ziet het er ook uit? Ja, oe, het ziet er echt wel erg wel fucking lekker uit, zeg. We gaan door naar het aroma. Dat is weird, dat is raar. Het aroma doet me heel erg denken aan een fucking ratler. Maar dat is citroen. Oh, wacht eens even. Dat is geen sinaasappel erbovenop, of wel? Dat is citroen. Wat is het nou? Dat is volgens mij gewoon citroen. Nou ja, my bad. Het is volgens mij citroen. Dat is toch sinaasappel? Leuke review. Oh ja, brengt me tot het volgende idee natuurlijk. We moeten de thumbnail nog even doen. We gaan proosten, serieus. Drinken ook. Oeh, het is wel lekkerder dan een ratel, kan ik vertellen. Oeh, oh, dat is zo lekker met dit weer. Oh, fuck. Voor mij is het toch geen citroen, voor mij is het toch echt sinaasappel hoor. Want ik proef heel duidelijk sinaasappel. Ja, ik proef ook de kersen. Het is de kersen. Ja, cranberry. Nee, cranberry. Dat is toch. Ja. Nee, cranberry, dat is dinges. Wat een leuke review is dit. En het is echt de eerste van de dag dat ik deze drink ook nog. Ook al zou je dat nu niet geloven, maar. Cranberry. Het is geen strawberry. Dat is aardbei. Cranberry is toch framboos? Of is. Ja. Huh? Ja. What the fuck? Dat staat er gewoon niet in het Nederlands op, hè? Nee, cranberry is volgens mij. Hè? Maar. Ik zie er toch fucking kerst op staan. Ik snap het allemaal niet meer. Ik snap het allemaal niet meer. Ha! Jongens. Ik heb me voorgenomen om deze dingen niet meer. Oh, er zit ook strawberry in. Oké.
verwarmd allemaal. Maar ik heb me voorgenomen om de reviews niet meer te knippen. Dus ja, dan is dit ook gewoon allemaal puur zoals ik hem opneem. Ja. Ja, cranberry. Cranberry juice. Dat is toch echt wel die kersen, toch? Maar ja. Ik proefde echt heel veel sinaasappel in. Er was ook iets van aardbei. Misschien kersen op de achtergrond. Nee, het is toch framboos, hoor. Het is toch framboos. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik vind het wel heel lekker. Is het bier? Daar valt over te speculeren, vind ik persoonlijk. Ik vind het dit echt meer fruitsappen, maar het is geen dik fruitsap. Het is gewoon een dunne substantie, deze. Want je hebt ook wel eens van die hele dikke fruitsappen. Dan is heel je glas gelijk met een malamoer. Maar dat is met deze niet. Nee, dat valt met deze wel mee. Mooi, hè? Dat moet je zien. Je komt helemaal te trust als je dit doet. Maar goed, we gaan door naar het eindcijfer. Ik geef deze... Cranberry Crush! Van Kalamansky, denk ik, dat dat dan de brouwerij moet zijn. Ja. Ja. Oh, fuck dat review. En... ja, voor mij gewoon een 8. Iedere keer als ik een slok neem, denk ik, oeh, mama. Dus ja, ja. Mijn excuses voor deze wat slordige review van mijn kant af. Maar, laten we eerlijk zijn, dat maakt deze reviews ook alweer extra vermakelijk, hè. Ik ben niet zoals iedereen. Ik ben lekker mezelf. I'm Randy. En ik steek dat niet onder stoelen of banken. En als je dat nou kut vindt, dan zeg ik, doei. Maar als je dat leuk vindt, dan geef even een duimpje omhoog. Show me your love. En als je nog geen abonnee bent, show me even more love. Toch? Ik ga nog even heerlijk nagenieten. Ik zie jullie de volgende keer weer terug. Maar dat gaat vast en zeker helemaal goed komen. Doedoedoes.